In alle rust bereidt de mannenploeg, de Olympische Holland 8, zich voor op de Olympische Spelen. Dat gebeurt hier in Maasdam, op de Binnenmaas. En aan het roer van de Holland 8, Peter Wiersum uit Delft. Hij gaat voor de tweede keer naar de Olympische Spelen, dit keer in Londen. This my Ik ben geboren in Sutton Coldfield, dat ligt naast Birmingham. Mijn beide ouders zijn half Brits, half Nederlands, dus vandaar dat ik ook beide paspoorten heb. En ik heb een poosje in Engeland gewoond, een poosje in West-Afrika gewoond en ik woon al sinds dat ik 12 ben in Nederland. En ik ben in Nederland gaan studeren. En omdat ik in Nederland ben gaan studeren, ben ik op een Nederlandse studentenvereniging terechtgekomen, een roeivereniging. En ben ik voor mijn roeivereniging in Delft gaan sturen, Proteritus. En op een gegeven moment ja, doorgegroeid richting het nationale team. Onlangs werd de Italiaanse bondscoach Antonio Mauro Giovanni vervangen door René Meinders, die tot dat moment technisch directeur was. Ja, nu met René Meinders zitten jullie hier in Maasdam om een hele week de puntjes op de i te zetten. Moet je dat zo zien? Met René en met Koos Maasdijk, dus zijn assistentcoach. Voor jou wordt het de tweede keer hè, dat je naar de Spelen gaat. Ja, klopt. Hoe was dat die eerste keer? Kun je er iets over vertellen over Beijing? Nou, dat was heel onverwacht ten eerste. Want dat gebeurde pas op het allerlaatste moment dat ik in die 8 kwam. En die 8 was nog niet gekwalificeerd. Dus ik kwam echt op de valreep in 10 weken van tevoren. En 8 weken van tevoren haalden we dat kwalificatie binnen. En uit het niets mocht ik ineens heen. En dat was wel een avontuur, dat kun je wel zeggen. Ja, en nu komt Londen eraan. Ben je er al geweest op de Olympische locatie waar het straks moet gebeuren? Ja. Ja, dat is in Eton en daar ben ik een paar jaar geleden al bezig kijken. Eigenlijk al sinds 2008 zijn we begonnen met deze ploeg opbouwen. En deze Olympische cyclus zijn we gewoon, is gewoon een 4-jarige cyclus. En toen destijds was het gewoon een beetje op de valreep. En jonge enthousiaste honden kijken wat er kan. En nu gaan we daar inderdaad anders mee om, dat klopt. Ja, wat kan de Holland 8 nu op dit moment? Zijn jullie klaar voor de Spelen? Nou, we zijn nog niet klaar, maar dat maakt niet heel veel uit. We zijn nog 6 weken. Dit is gewoon echt een ploeg die heel veel kan. Dit is een ploeg met stuk voor stuk goede atleten, ervaren atleten, sterke atleten. Dit is een ploeg van hoog kaliber. Er moeten nog een aantal dingen gebeuren, maar dan kunnen we het echt op de rails hebben en dan wordt het wel een vrij bijzondere ploeg. Absoluut. Ja, wat zijn dat voor dingen die voor jouw gevoel nog moeten veranderen of nog moeten gebeuren? Nou, het is voornamelijk een technisch verhaal. Het moet net iets strakker, net wat gepolijster en dan kunnen al die hele grote, sterke jongens pas echt tot hun recht komen. Ja, wat is jouw rol binnen de ploeg? Want je zit aan de stuur tijdens de wedstrijd, aan het roer. Hoe zeg je dat bij een... Wat is jouw rol daaromheen, zeg maar, binnen dat hele teamproces? Want jij hoeft niet aan de gewichten te hangen, neem ik aan, fulltime. Nee, ik moet eerder gewoon heel licht zijn. Ik moet altijd tegen de 54, 55 kilo wegen tijdens zo'n wedstrijd. Dus dat is wat minder en... De taak van de stuur is eigenlijk gewoon heel simpel. Enerzijds ben je gewoon een bestuurder van dat vaartuig. Dat is dat moet gewoon rechtuit, rechtdoor gaan, 2 kilometer lang. En wat ik daarbij kan doen om te zorgen dat het net een tandje harder gaat, is het uitstuiten jongens halen. Technisch en ook gewoon op de juiste wijze, juiste momenten aanmoedigen en omgaan. En dat is ook omgaan met het veld om me heen. Dat is tactisch een beetje in het veld spelen. Dus ik kan proberen te zorgen dat de jongens echt het uiterste uit zichzelf halen. Maar in dat hele proces voorafgaand, zoals nu, jullie zijn bij elkaar. De jongens hebben hun eigen schema met krachttraining. Speel je daar een aparte rol of ben je gewoon een van de teamleden op weg naar Londen? Ja, ik ben zeker een van het team. Ik zit gewoon iedere dag aan boord. En ik draai gewoon iedere training in de boot draai ik met ze af. En ook daar probeer ik van ons en van de roeiers, dan probeer ik ook mezelf gewoon zo goed mogelijk te maken.
Nou, ben je dan misschien ook een soort verlengstuk van de coach? Want jij zit in die boot tijdens de wedstrijd. Ja, en René die heeft natuurlijk die bepaalde technische lijn. En ja, die zit natuurlijk wel op afstand, die zit op een eigen coachboot. En die heeft een toeter in handen en dat is het. En ik ben degene die dat uit moet gaan voeren. Koen Eggekamp is voormalig bondscoach van de Nederlandse jeugdteams. Op dit moment volgt hij als journalist de Holland 8. Als je kijkt naar die mannen, het zijn allemaal krachtpatsers en dan hebben ze een stuurman. En die zegt eigenlijk zelf, ja, mijn taak is zo licht mogelijk zijn. Ja, dat is inderdaad een beetje paradoxaal, kan je het wel noemen. Ja. 8 beren van kerels en 1 jongen die zo licht mogelijk is. Ja, dat is Peter die achter het roer, aan het roer zit van de Holland 8. Wat weet je van hem? Ken je hem goed? Ja, ik ken hem redelijk goed. Als bondscoach heb ik hem een tijdje meegemaakt. Als bondscoach voor onder 23 jaar. Dus ik heb hem in meerdere boten gehad. En ik ook nu als journalist spreek ik hem geregeld. En een goede vent. Ja, want wat is zijn rol in de ploeg, behalve sturen? Is het belangrijk om een stuurman te hebben die echt in dat team past, die in dat teamproces meegaat? Nou, eerlijk gezegd in dit geval, dus bij de mannen 8. Het is een vrij chaotische groep jongens. Er zijn gewoon de verschillende soorten types in de boot. En eigenlijk is het ook best wel belangrijk dat er iemand de boel een beetje bij elkaar houdt. En daar is Pieter eigenlijk een hele belangrijke factor in. Hij, ja, de naam zegt het al, hij is een beetje een Pietje precies. Hij is van de details. Hij zorgt dat eigenlijk alles aan alles gedacht wordt waar de roeiers vergeten aan te denken. En ook de coaches zijn vaak dan wel een beetje chaotisch. En ik denk eigenlijk dat als Pieter weg zou vallen dat er echt wel een probleem is. En dan de chef de mission, Maurits Hendricks. Hoe schat hij de medaillekansen in van de Holland 8 met Peter Wiersum als stuurman? Die heeft dat podium in zicht en heeft absolute kwaliteit en de potentie om ook podium te varen in Londen. Die hebben die laatste weken nog nodig om gewoon die fine-tuning binnen de boot goed te krijgen. En dan kan het ook gewoon zomaar lukken. Gaan ze voor goud? Ja, ze gaan absoluut voor goud. Ja, dat denk ik zeker. Het enige is, het is nog een beetje onzekerheid waar het zal stranden. Ze hebben niet zo goed voorseizoen achter de rug. Ze hebben toch ook wel een behoorlijk slechte generale geroeid afgelopen wereldbekers. Maar ja, ze hebben hun coach gewisseld. Dus ik denk dat ze hopen op het schokeffect. Coach eruit, nieuwe coach. Ze hebben eigenlijk nu wel de beste coach ongeveer, ja, men zegt wel eens van de wereld, René Meinders. En het is eigenlijk zonde dat hij soms een beetje, dat hij nu op de technisch directeurstoel zit. Want we zouden hem eigenlijk veel meer langs de kant moeten zien, want daar is hij het beste in. Dus ja, ze hebben nog een maand. En ja, met René aan het roer, je weet, het kan zo gek nog niet lopen. Dus vlak ze niet uit. Dit is de stuurplek en dit zijn de roeiplekken. En die hebben zo'n rolbankje en iedereen heeft zijn eigen schoenen, zijn eigen bankje. Nou, dat is eigenlijk vrij eenvoudig als je het zo ziet. Ja, en dit is jouw plek, jouw domein, zeg maar, tijdens de wedstrijden. Je moet het allemaal gebeuren. Wat heb je? Een metertje? Nog niet eens, hè? Ja, wel. Ik heb hier versterker. Die ligt er nu niet in. En stopwatch en snelheidssensor, GPS, dat soort dingen. Slagenteller, tempoteller, dat soort zaken. Ja, wat is nou het belangrijkste instrument wat je aan boord hebt? Is dat bijvoorbeeld gewoon die versterker. Dat de jongens mij kunnen horen. Eigenlijk is dat het enige wat eigenlijk belangrijk is. En de stuurklosjes waarmee ik het roertje bestuur. En hiermee hou ik hem recht. Dat is alles. Ja. Het is heel eenvoudig. Wat doe je aan boord? De wedstrijd startschot heeft geklonken. Je mag wegvaren. Hou je tempo in de gaten. Geef je tempo aan. Ik kom maar gewoon. Ja, we zijn bezig, jongens. Dus, nee. Ja, we starten en ik als het nodig is, probeer ik te zorgen dat er naar een goede haal terecht komt. Een efficiënte haal waarmee we 2 kilometer kunnen volhouden. Als die er al is, dan ga ik daar vooral niet aan zitten. En op een gegeven moment wordt het voor de jongens wat pijnlijk. Na een meter of 700 krijgen ze wat zuur in de poten en dan probeer ik ze daardoorheen te praten dat ze wel technisch goed blijft als dat het aanvallend blijft. Is het een mooi leven? topsporter op weg naar de Olympische Spelen. Ja, ik kan me ook voorstellen, absoluut. Ja, druk leven, mooi leven. Ja, het is zeker een mooi leven. Het is een heel apart leven. Het is echt maar het is veel reizen. Heel veel reizen. Dit jaar zijn we 5 maanden op trainingskamp in totaal in het buitenland. En dus dat is ook mooi. Het legt wel een beetje druk op je sociale leven en op je maatschappelijk leven, maar het is absoluut een prachtig leven. En nu? Je zegt er moeten nog een aantal dingen gebeuren voordat we echt klaar voor zijn op weg naar Londen. Wie zijn de belangrijkste concurrenten van de Holland 8? Ja, het is een ontzettend goed veld op dit moment. Duitsland is regerend wereldkampioen al
al 34 wedstrijden onverslagen. Canada heeft nog 3 weken geleden een nieuw wereldrecord geroeid. Die zijn de regerend Olympisch kampioenen. Engeland is een land wat waanzinnig constant presteert. Ieder afgelopen wereldbeker, WK, hebben ze medailles gewonnen. Australië ook altijd goed in de 8. Polen won de afgelopen wereldbeker, toen was Duitsland er niet. Dus het is echt een ontzettend goed veld. Maar je ziet wel vaak dat gewoon op zo'n ja, het is toch echt het allerhoogst van 4 jaar lang spelen. En dan je kunt dat te veel van maken. Je kunt daar misschien ook een mentaal te grote nadruk op leggen. Of je ziet jezelf over de top, ja, of juist te weinig. Ik weet niet precies waarom ploegen daar ineens soms heel goed zijn en ineens soms heel veel minder zijn dan dat ze de afgelopen 4 jaar zijn geweest. Even over hier. Het is op een grasmaaier op de achtergrond heel rustig hier in Maasdam. Ja. Hoe ziet zo'n dag eruit als jullie een week helemaal focussen op de Spelen? Ja, we focussen altijd op de Spelen, maar deze week is wel een vrij pittige week. Dus 16 trainingen deze week. Iedere dag 2 of 3. En bijvoorbeeld vanochtend waren we om 8 uur gaan roeien en nog een keer in de late ochtend. Dat was een wat kortere training met sprintjeswerk. En dan hebben we hier geluncht. Dan zijn we allemaal even plat gaan liggen. En nu gaan we weer. Het is nu bijna 3 uur. Nu gaan we weer een langere sessie van maken. Dan komen we terug, gaan we eten en dan gaan we slapen. En dat is het ongeveer. Dus eten, trainen, slapen. Maar hoe varen jullie straks op de Spelen? In een nieuwe boot? Of hebben jullie een boot waar jullie al veel ervaring in hebben? Ja, in principe varen we de Spelen met onze nieuwste boot. En dat is een Oranje 8. Voor de gelegenheid gebouwd in samenwerking met DSM door een Duitse botenfabriek. Lijkt me een machtig gevoel, hè, als je achterin die boot zit en het startschot klinkt en die boot komt op gang. Althans, dat is het wel en dat moet het ook zijn. En als ik dat gevoel heb, dan ben ik ook op dat moment bewust genoeg gefocust en dat is de bedoeling, dat het niet te overdonderend is, overdenderend is, zo'n startschot. Ook dan is het gewoon hetzelfde als altijd. Ik moet gewoon achter die boot zitten, ik moet me focussen op mijn ploeg, op mijn roeiers en zorgen dat het gewoon strak begeleid wordt. Wanneer ben je tevreden, straks na de Spelen? Ja, we moeten gewoon een goede race varen. Ik ben deze campagne gegaan omdat ik echt vertrouwen had dat we iets bijzonders zouden neer kunnen leggen. En dat denk ik ook. En daar geloof ik nog steeds in. Dat is het geen enkel moment twijfel aan gehad. Hoewel niet alle resultaten dus altijd daarop wijzen. Maar dat is de 8 die we nu hebben, die is goed zoals ik zei. De begeleiding is nu ook toch wat makkelijker aan het gaan. Ja, we zijn afhankelijk van de tegenstand, maar als we onze beste race varen, dan moeten gewoon de rest, die moeten dan echt ontzettend goed zijn om ons te kunnen pakken, überhaupt. Safe.